welkom bij een splinternieuw programma van Omroep Scheveningen, genaamd de Scheveningse Kombuis. Ik ga jullie de mooiste recepten laten zien in mijn beleving. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Michael. Koken is echt mijn hobby. Ik doe dit voor de fun. Toen ik gevraagd werd door Omroep Scheveningen, heb ik natuurlijk wel even nagedacht van hoe zou ik dit willen? Nou ja, daar zijn we uitgekomen. Wij gaan gewoon uitsluitend zoveel mogelijk met verse producten werken. Want dat smaakt gewoon uiteraard het lekkerst. Ik hoop dat jullie het daarmee eens zijn. Neem jullie mee in mijn wereld. Elke week gaan wij proberen een leuke, unieke gast uit te nodigen die samen met ons gaat koken. Deze week is Mandy. Hallo Mandy. Hallo. Mandy is een jong meisje met heel veel talenten. Ze woont op Scheveningen en heeft een eigen vlog. In het dagelijks leven gaat Mandy nog naar een school toe en leert daar ontzettend veel. Naast haar school maakt ze elke week een vlog op YouTube en zwaait ze haar vader uit die op een schip op de Noordzee werkt. Hoi, welkom. Ja, leuk dat je hier bent. Ja, vind ik ook wel. Vertel eens wat over jezelf. Ik ben hier voor Mandy Vlog, dat zie je ook aan mijn pet. En ik vlog dus. En dat hoor je ook aan mijn naam. En ik vind het graag leuk. En ja, zo, nou, ik werk ook een beetje voor Omroep Scheveningen. Oké, en waar vlog je over zo? Nou, ik vlog al van wat ik allemaal in het dagelijks leven doe en daardoor ga ik allemaal plezier beleven. Oké, dus je laat niet zien hoe jij naar de wc gaat, neem ik aan. Nee, dat ga je niet. Nee, dat het even duidelijk is. Nee, precies. Maar wat heb je zo al gevlogd tot nu toe? Ik heb net zoals dat ik heb gevlogd van dat ik mijn vader ging binnenzwaaien en dat ik dus naar het Chinees ging, dus een wokrestaurant. En, en die dus dat naar een wokrestaurant ging, dat was mijn allerbeste vlog. En ook dat de intro was super tof, gewoon echt. En ik had ook iets van een vlog over het circus. En nog allemaal verder allemaal leuke dingen. Oké, dus alleen dat moet je zelf kijken. Ja, uiteraard zelf kijken. Anders verklap ik alles. Ja, nee. Dat moet je zeker niet doen. Niet alles verklappen. Nee. Goed, maar we zijn hier uiteraard om te koken. Ja. Ik heb gehoord dat je dol bent op kaas. En melk. En melk. Heel goed. En nog veel meer andere lekkere dingen. Oh jee. Maakt me nieuwsgierig. Vertel. Ik ben gek op sushi, Hollandse pot. Ik ben gek op rookworst. Ik ben vooral ook voor Nederlandse dingen. En ik ben gek op lasagne of spaghetti. Maar dan niet spaghetti bolognese of zo. Dat vind ik ook wel lekker. Alleen ook echt zo met die gehaktballen, met het gehakt erin en zo met die tomatensuur. Ah, je bent een lekker bekkie. Ja. Ah. En lekker bekkies vind ik ook lekker. Dat is mooi. Ja. Hey, heb je er zin in? Dat wel, ja. Ja? Ja. Maar de rustierondjes, die gaan we ook maken met kaas. Aangezien jij zo'n kaasfreak bent, heb ik speciaal dit voor jou bedacht. Oké. Dus ik hoop dat je plezier hebt om me te helpen. Ja. Laten we gewoon beginnen. Oké. Oké, laten we beginnen bij de ingrediënten voor de rustie. Ik heb van tevoren alvast gekookt 2 kilo aardappels voor ongeveer 6 personen. Daarbij heb ik een uitje gesnipperd. Daar gebruiken wij voor de jonge kaas en de parmezaanse kaas. Boter om in te bakken. En een beetje peper en zout voor smaak. De ingrediënten voor de gehaktballen. De verrassing ga ik nog niet verklappen. Uiteraard, dat zien jullie zo meteen. Verderop wel. Verder hebben we nodig 1 kilo gehakt. Lekker vers. Zout, peper. Beetje paprika poeder. Daarbij heb ik ook nog een beetje ui gesnipperd. En een beetje boter om in te bakken. Voor de bloemkool en de kaassaus heb ik uiteraard bloemkool. Die heb ik van tevoren al gesneden. Het hoeft alleen nog maar gekookt te worden. Voor de kaassaus hebben we nodig
bloem of allesbinder is ook goed. Hebben we nodig jonge kaas en beleefde kaas en een bouillonblokje of poeder. Maakt in principe niet zo heel veel uit. Daarbij ga ik een jus maken. Daarvoor hebben we nog nodig een beetje melk. Nou, ik ga beginnen met de gehakt. Ik ga hem eerst op smaak mengen. Dat doe ik met een beetje paneermeel. Boter gebruik ik om in te bakken. Een beetje paprikapoeder. 4 seizoenen peper. En zout. Verder gebruik ik geen gehaktkruiden. Die vind ik te scherp van smaak. En dan proef je eigenlijk je vlees niet meer. Dan gebruik ik uiteraard ook nog gehakt. Een kilootje. Ongeveer goed voor ongeveer 10 balletjes. Mijn geheime ingrediënt ga ik nou wel een beetje onthullen. Is deze. Mindy, wil jij de eer op je nemen door de eitjes te pellen? Dan ga ik het gehakt doen. En dan laten we de kijker even zien hoe het moet. Ja, het is eigenlijk het handigste als je met de duim. Want dan, ja, met je duim, dan soms is het iets meer groter. Maar alleen, ja, het is eigenlijk gewoon beter als je met je duim doet. Ja, het is eigenlijk ook best om gewoon je handen te wassen en zodat het meer hygiënisch blijft. Inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Handen wassen, hygiëne staat voorop. Dus uiteraard eerst even je handen wassen voordat je aan het eten gaat zitten. En de elastiek, want anders krijg je al een haar in je eten. Uiteraard, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Nou, dat is mooi. Ik ben klaar met gehakt. Dan gaan we eigenlijk een beetje het geheim verklappen. Deze eitjes zijn licht hard gekookt. Die gaan we in het gehakt verstoppen. Vroeger, tijdens de oorlog, deden ze dat ook. Toen hadden mensen niet zo heel veel geld. En alles op de bom. Hadden mensen een beetje gehakt. En eitjes. En om toch een beetje vlees te eten. Als je niet zo'n heel klein stukje op je bord had, verstopte mensen er allerlei dingetjes in, waaronder een ei. Ja. Dus dat gaan wij nu ook maken. Okay. Het recept heb ik van mijn oma geleerd. Dus ik hoop dat iedereen thuis ervan kan genieten. Ja. Pak er gewoon een beetje gehakt. Dan een beetje eerst een beetje voor. Deze aandrukken. Het hoeft niet zo'n heel dik laagje vlees te zijn. Gewoon 1,5 centimeter dik is genoeg. Pak het eitje. Ah, oh, doe je dat een soort van door? Die drukken we er een beetje doorheen. Terwijl we dat doen, vouwen we het eerste laagje vlees er een beetje omheen. Dan drukken we het eitje erin. Dan vouwen we het vlees eromheen. En overal dat een beetje even dik is. Nog een beetje vlees. Ook ongeveer net zo dik maken. En die gaan we er zo eigenlijk een beetje omheen vouwen. Dus een soort van gehaktballetje, maar dan met Met een kanijn, ja. Zullen we in ieder geval zorgen dat overal de naadjes die je ziet, die gewoon goed dicht zitten. Anders als je hem gaat bakken, gaat hij scheuren. Ja. Dan heb je eigenlijk maar een half balletje, het andere stukje ligt aan de andere kant. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo mooi, denk ik. Nee. Nee. Dat proberen we altijd te voorkomen. Goed dicht te maken. Om gewoon helemaal rondom goed dicht te krijgen. Thank you.
met allemaal doen. Nee? Dus als je me wil helpen. Heel graag. Heel graag. Randjes goed doen, dat hij een beetje overal egaal is, dat er overal even veel op zit. Ja, zo is het goed hoor. En dan pak je nog een beetje vlees voor het bovenkantje. Ja. Hard drukken, want anders gaat het ei kapot. Ja. Oké, nu 2 gedaan. Nog 8 te gaan. Ja. Dus ik zou zeggen, leef je uit. Dank je. Dat ga ik ook zeker doen. Voor de voorbereiding van de rusty hebben we sowieso 2 soorten kaas nodig. Een beetje knoflook. Ui. Ik heb er waarschijnlijk een beetje te veel gesneden. Maar ach, dat komt wel op. Hij heeft een tartje. We gaan in ieder geval even wachten tot Mandy klaar is met het raspen van de aardappel. Neem ik het even van je over, ja. Goed? Is goed. Dankjewel. Zo, Mike, doe jij dat snel? Ja, dat komt vanzelf. Ja. Alleen een beetje oefenen. Dan komt de handigheid vanzelf. Ja. Stukjes die nou over zijn, de dikke stukjes, die snij je straks klein en die gebruiken we ook gewoon. Ja. Gooi je zo min mogelijk weg. Ja. Ik heb er al een paar voor gedaan. Dit is de aardappel, ja. Die jij geraspt hebt. Ja. Daar hebben we de ui doorheen gedaan. Beetje peper en zout. Daar heb ik alvast 3 rondjes voor gedaan. Ja. Jij gaf aan dat je de rest wilde doen. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Okay. Een beetje scheppen met de lepel. Maakt niet uit. Een beetje met je handen en een beetje met de lepel. Oké. Dus we kunnen voorlopig nog even vooruit. Zo, de bloemkool die inmiddels kookt, zal ik even iets zachter zetten. Ja, staat bij op de poppen. Zo, we willen de bloemkool niet te gaar hebben. We willen het niet een beetje tot een papje laten koken. Ieder zijn eigen smaak natuurlijk. Maar ja, ik ben daar niet zo van. Dus ik laat hem lekker beet gaar. Als je in ieder geval nog een beetje bij het hebt. En dat is des te lekkerder.
saus, de aardappelpannenkoekjes, oftewel de rusty, en dan klaar. Maar ik hoorde dat jij nog even moest vloggen. Oh ja, ja. Dat ook gaan doen. Nou, als jij dat even gaat doen, dan ga ik de saus maken. Oké, ja. Ja? Ja, tot straks. Nou, de bloemkool die is zo goed als gaar, die staat nog heel zachtjes op. Ik heb 50 gram boter, 50 gram bloem en zometeen een 100 ml bouillon. Dat is de basis voor mijn saus. Dan gaan we een beetje pittige kaas en een beetje jonge kaas doorheen. En dat maakt het alles tot een lekker sausje. Laat de boter niet kleuren, dan wordt je saus ook donkerder en dan gaat je saus ook een beetje anders smaken. Hou je boter zo licht mogelijk. Laat hem echt op zacht vuur smelten. Doe een beetje spelen met de pan. Normaal gebruik ik bloem voor deze saus. Maar je kan ook alles minder gebruiken. Aardappel, zetmeel, wat je het liefst hebt. De boter heeft bijna gesmolten nu. Uiteraard minder nodig. Maar de boter is gesmolten, laat hem niet kleuren. Vuur gaat uit. Doe alles binnen er doorheen. En die ga je goed doorroeren. Ik zal maar zeggen totdat het een beetje een papje wordt. Maar wel een glad papje. Nou, zoals jullie zien, pannen staan op het vuur. De rusty kan in de pan. En de gehaktballen kunnen in de pan. De saus staat ook rustig op. Er hoeft straks alleen nog de kaas bij. Bloemkool is ook al zo goed als klaar. In de pan. Zo je altijd zien, helaas niet alles past in de pan. Gebruik ik altijd om zon te draaien. Twee lepels, werkt het makkelijk, vind ik zelf. Doe je klemt ze om de bal heen, je hebt ze vast en je draait ze om. Dat ze gaan scheuren. Maar ik ben tot nu toe tevreden over het resultaat. Kort op de rustjes blijven letten dat ze niet aanbakken. Maar ze moeten wel gekant zijn van onder. Dan gaan we ze omdraaien. Dan gaan we er een beetje jonge kaas en een beetje parmezaanse kaas overheen gooien. Dan gaat de deksel op de pan en laten we rustig kaas smelten. En dan hebben we overheerlijke rusten. Nou Mandy, jij bent klaar met roggen. Ja. Maar
Zoals je ziet, alles is klaar. Ja. Ik ga bordje opmaken. Sowieso. Gewoon netjes. Eerst één stijfje. Van de rustie. Lekker wel mooi aan de zijkant. Ziet er lekker uit, hè? De bloemkool weer. Rustig de saus eroverheen gooien. Gewoon een beetje draperen. Niet te veel. Tenzij je er natuurlijk van houdt. Dan komen we aan bij de bolletjes. Sommige zijn helaas een beetje opengebarsten. Maar toch kan je ook wel weer leuk oplossen. Dan kan je ze namelijk gewoon stevig neerzetten. Kijk eens, alsjeblieft, opgemaakt bordje. Ja, dan breng ik het alvast aan de tafel. Ja, is goed. Okay. Ga ik de volgende doen. Dank u. Dit is de laatste. Ja, okay. Dan kunnen we met z'n allen lekker aan tafel. Ja, dan breng ik dit ook even naar de tafel. Is goed. Ja. Kijk eens, Mandy. Zoe, heb jij al je vriendinnen meegenomen? Ja. Ben jij eens jouw bordje? Dank je. Wie heb je allemaal meegenomen voor ons? Nou, ik heb hier voor me zit mijn moeder. Hier zit mijn vriendin. En hier zit mijn BFF, Best Friends Forever. Oké. Okay. Ja. Nou ja, op je bordje zie je uiteraard de bloemkool met de zelfgemaakte kaas. Ja, misschien een hapbal met het eindring. Ja, dat klopt. En je rustie. Lekker. Lekker met geschonken kaas. Nou, dames, ik zou zeggen, eet smakelijk. En tot de volgende keer. Zo, Mandy, jij bent als laatste klaar. Ja. Heeft het gesmaakt? Ja, heerlijk. Ik was de enige die mijn bord mijn hele inhoud van het bord op had. Dus het heeft goed gesmaakt? Ja. Ja? Ben jullie ook dames? Ja. Dat was echt lekker. Ja. Goed zo. Ik ben een verrassing erin. Nou, blij om te horen dat het lekker was. Ja, vooral met het gehaktbeltje. Ja, gewoon echt een gehaktbeltje vond ik gewoon het lekkerste. En de, wat is het? En de saus en de rustie.
Nou, ik ben blij dat jullie allemaal genoten hebben. Ja, fantastisch. Hartstikke fijn. Dankjewel. Geen dank. Graag gedaan. Nou, dit was de allereerste van de Scheveningse kombuis. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Net zoals ik. Mandy, heb jij ook genoten? Ik heb zeker genoten, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Hopelijk tot de volgende keer. Tot de volgende Scheveningse kombuis.